het Almere City FC tegen FC Dordrecht. Die staan negende, nog net in het linker rijtje. En het begint niet goed voor Almere City. Rood is er voor Paul de Lange, direct rood. De overtreding hier op Lopez, die zelf de strafschop gaat nemen. In de 17e minuut is het 1-0, maar het scheelt niet veel voor FC Dordrecht. Het publiek is het hier niet mee eens en richt zich tegen Rogier Honig, de scheidsrechter. En die zegt, wat jullie roepen is niet waar. Ga er maar eens over nadenken. En als hij dan terugkomt, zingen ze dit. Hij is een lieve man. En zo kunnen we toch nog doorvoetballen in Almere City. En daar zijn we heel blij mee. Want het is wel een aardig duel. Natuurlijk een overtalsituatie voor Dordrecht. Betekent nog voor rust de 2-0 voorsprong via Dave Huijmans. En dat is lekker voor de ploeg van Henny Lee. En niet voor Wisman, die ook nog een spreekkoortje meekrijgt. Tweede helft dan. Zien we nog iets van Almere? Nou, bijna wel. Maar hij legt hem er niet in. Donny Reinink ingevallen voor Schmelz. En die 10 Almeerders komen nog terug in de wedstrijd. Delano Cohen legt hem erin voor de 2-1. Maar daar zou het bij blijven. Dordrecht pakt 3 punten.